De gemeente Nijmegen, Arnhem en de provincie Gelderland hebben een investeringsagenda getekend, waarin plannen staan die de partijen de komende 10 jaar willen realiseren. Het doel is om hiermee terug te keren in de top van de economisch best presterende regio's van Nederland. In de investeringsagenda staan meerdere punten genoemd, zoals health and energy, slimme duurzaamheid en het meer laten bruisen van de binnensteden aan de rivier. Er gaat in verschillende projecten geïnvesteerd worden, waaronder warmtenet, maar ook een betere bereikbaarheid van dit gebied. En natuurlijk ook om te zorgen dat de steden aantrekkelijk blijven om te recreëren, om te beleven. Niet alleen om te winkelen, maar ook om te recreëren. Gezondheidszorg en de energiesector zijn twee belangrijke sectoren waar we ook echt op wereldschaal toonaangevend zijn. Daar een versterking aanbrengen is ook hartstikke mooi. En we willen met name ook specifiek rondom het thema van duurzaamheid, dus energie onafhankelijker worden, investeren in huizen en bedrijfsgebouwen zodat die energiezuiniger worden, willen we nu met behulp van de provincie ook een extra slag maken. Arnhem en Nijmegen en de omliggende gemeente zijn het derde woongebied van Nederland, 800.000 inwoners. En dus ook de gemeente om Arnhem en Nijmegen heen, daar zul je ook het profijt zien in de vorm van werkgelegenheid. En ook de beschikbaarheid van twee levendige binnensteden met allerlei functies daarin. Dus niet te overzien waar het meest geïnvesteerd wordt, of waar het meest profijt is. Sterker nog, je zult het profijt ook moeten zien in de omgeving. Heel veel burgers hebben al bijvoorbeeld gemerkt via het warmtenet wat het betekent als je overgaat op alternatieve vormen van energie. Is ook nog eens goedkoper als het goed gebeurt. Dus dat zullen hopelijk alle burgers gaan merken. We hopen natuurlijk meer werkgelegenheid doordat we nieuwe bedrijvigheid, met name op het gebied dus van gezondheidszorg en energie, zullen gaan krijgen. Denk aan de Novia Tech Campus. Al goed voor enkele honderden arbeidsplaatsen alleen al de afgelopen 2 jaar. Dat gaan burgers concreet merken. En ze zullen merken dat die binnensteden blijven bruisen en nog meer gaan bruisen. Dat is leuk als inwoner van de stad, maar het is ook leuk omdat het mensen aantrekt. Die geven weer euro's uit. Dat geeft nieuwe evenementen bijvoorbeeld. En daar kun je ook weer van genieten als burger.